Wat gebeurt er toch allemaal? In de kerken lijkt van alles in beweging. Weinig staat meer vast en wat nog zeker lijkt, kan zomaar morgen ter discussie komen te staan. Vrouwen in het ambt, liturgische veranderingen en er zijn vast nog wel veel meer zaken te noemen. Die beweging lijkt iets zelfstandigs te hebben en zijn eigen gang te gaan. En het lijkt alsof we de grip erop hebben verloren. Nu is het goed te beseffen dat de kerk van alle eeuwen altijd aan verandering onderhevig is geweest. Maar we leven in een postmoderne tijd en de vraag is of het evangelie ook onze tijd aan kan. Wat gebeurt er? Is er een onderstroom aan te wijzen waarop al die veranderingen komen meegolven? Ik wil vanmorgen een poging doen om daar de vinger op te leggen. Het zal u niet verbazen dat ik me daarbij moet beperken. Ik zal het niet allereerst hebben over de ommekeer die in de GKV heeft plaatsgevonden als iets wat afgesloten is en verleden tijd is geworden. U krijgt van mij vanmorgen geen inventarisatie met een sluitende analyse. De titel van mijn bijdrage is De ommekeer in de GKV. En daarbij heeft het woord ommekeer een dubbele betekenis. Er is iets grondig aan het veranderen. Dat is wel zeker. Maar ik wil uiteindelijk focussen op onze ommekeer in de zin van onze bekering tot God. Als levenshouding. Wie is Hij en waartoe ben ik hier op aarde? Als predikant heb ik een jaar of 20 belijdeniscategorisatie gegeven aan jongeren vanuit de Dordtse leerregels. Ik werd daarbij geholpen door het pastorale en tegelijk diepgaande boekje van W. Dekker, Vaste Grond. Voor jongeren was het soms wel even slikken, maar ook heel herkenbaar. De totale verdorvenheid van de mens, de onvoorwaardelijke uitverkiezing, de begrensde verzoening, de onweerstaanbare genade en de volharding van de heilige, zelfs bij evangelisch bevlogen studenten van de CAE kwam het toch wel binnen. Vooral wanneer ze ontdekten dat juist zo de aanbidding van God enorm aan diepgang en kracht won. Maar eerlijk is eerlijk, de openingszin is al confronterend. Alle mensen hebben in Adam gezondigd en verdienen Gods vloek en de eeuwige dood. Geen onrecht in God gevonden, luidt een ander boekje over de Dordtse leerregels. Uiteraard verwijzen de leerregels ons meteen door naar het heilige woord van God en letterlijke woorden van Paulus. De hele wereld is voor God strafwaardig, Romeinen 3. Een paar hoofdstukken verder, in hoofdstuk 3-4, komt mijn zelfbeeld aan de orde. Ons verstand is door de zonde verblind en onbetrouwbaar. Mijn wil opstandig en hardnekkig en mijn verlangens, ook al kan ik ze geweldig goed praten, mijn verlangens zijn onzuiver. Zulke zinnen roepen natuurlijk zomaar vervreemding op. Vorige week nog stoeide ik met een groep catechisanten over hun stelling dat de kerk tegemoet moet komen aan de behoeften van de kerkganger. Die werden als vanzelfsprekend uitgangspunt genomen. En ik hoorde in die week, binnen een week, klachten over prediking in de GKV. Dominee, het is niet meer dan een praatje bij een plaatje, zei een zuster. En ze is inmiddels naar de CGK gevlucht. Een hulpverlener bekende, het gaat nooit meer over de verdorvenheid van de mens, waar hij dagelijks mee in aanraking kwam. Of een ex-collega, het is allemaal liefde, maar het gaat niet meer over zonde en genade. En een NGK-voorganger die een paar jaar geleden durfde te beweren dat we geen parel in Gods hand zijn, lokte een stevige Facebook-discussie uit. Totaal bedorven, begrensde verzoening, houdt God dan niet van alle mensen? Dat is toch echt niet meer ons levensgevoel? En welke predikant durft dat nog te verkondigen? Dat komt toch niet goed over bij de buitenwacht en vaak ook nauwelijks meer bij de gemiddelde kerkganger. Hoe komt dat? Ik wil proberen twee oorzaken op te diepen.
Allereerst hebben we in de 60e jaren de zogenoemde empirische wending doorgemaakt. De menswetenschappen braken door, binnen de GKV met enige vertraging en ondanks verzet. Ze openden onze ogen voor hoe een mens functioneert, psychologisch en sociologisch onder andere. Dat heeft uiteraard grote voordelen. En het leidt er ook niet vanzelf toe dat de ervaring van mensen of hun psychische gesteldheid maatgevend wordt. Maar de mens is sindsdien wel een stuk belangrijker en zelfbewuster geworden. Natuurlijk met het risico dat hij op zichzelf en in het middelpunt komt te staan. En niet meer wordt gezien als schepsel onder God, afhankelijk van hem, verantwoordelijk voor hem, alleen goed te begrijpen vanuit wat hij als schepper over dit aardse wezen heeft geopenbaard. Nee, hij of zij, of wat meer genderneutraal, het mag er zijn. Ook in de kerk. Alle differentiatie riekt zomaar naar categorisch uitsluiten. En ons grootste probleem wordt al snel niet meer mijn zonde en mijn tekort, maar mijn gebrokenheid die God met alle liefde wil helen. Vanuit deze wetenschappen zijn we in zaken de Bijbeluitleg ook maar wat druk met ons schriftverstaan en hoe dat verstaansproces verloopt. Als tweede oorzaak zie ik het postmoderne denken, of beter gezegd het postmoderne voelen. Ik zet even in een heel hoog tempo de diverse kenmerken ervan op een rij. Voelen is belangrijker dan denken. Redeneren en uitleggen is bijna verdacht. Een preek met uitleg komt misschien nog wel over, maar komt niet meer echt binnen. Ieder heeft zijn of haar eigen waarheid gekregen, want grote, allesomvattende verhalen bestaan niet meer. En uiteraard moet je dan tolerantie opbrengen voor de ander, want ieder gun je zijn of haar eigen mening. Pragmatisme. Als het werkt, is het goed. Jongeren naar de kerk krijgen als het maar lukt. Of waar doe je nog moeilijk over? Mensen raken verwend door alle prikkels en zijn voortdurend op zoek naar meer of nog sterkere ervaringen. Mensen individualiseren en ontwikkelen een onvermogen om nog binding te ervaren. Iemand die thuis is in het gemeenteleven, zullen veel dingen bekend voorkomen. Voeg daarbij de enorme informatie- en amusementsbombardementen en je moet als mens staande zien te blijven door te selecteren. En hoe doe je dat? Door op je gevoel af te gaan. Door uit te kiezen wat jouw zelfverwerkelijking en profiel op Facebook dient. Het leidt ook zomaar tot bezig zijn met jezelf en kan zelfs narcistische trekken krijgen. De mens is, of ik ben, belangrijk. Een paar jaar geleden vroeg ik aan een groep hbo-studenten wat ze zagen als karakteristieken van onze eigen tijd. En binnen een halve minuut kwam het op tafel. Zelfbeschikking, zelfontplooiing, je eigen goede gevoel en je eigen levensontwerp. Onder het mom van het 11e gebod, gij zult genieten. Op mijn vraag of ze het ook bij christenen herkenden, beaamden ze dat moeiteloos. God mag mijn ontplooiing en zelfverwerkelijking dienen. De mens klimt op de troon. In de kerk vermomt dat zich in religieus humanisme. De mens kleedt zich in een vroom jasje, heeft goed klinkende argumenten, maar uiteindelijk is het de mens die de dienst uitmaakt. Op zich is dat natuurlijk helemaal niet nieuw. Self-centered leven en zelf als God willen zijn is sinds de zondeval ons, ook mij, aangeboren en dus van alle eeuwen. Nieuw is wel dat een gelovige in deze tijd tal van manieren kan vinden om eigen wensen en verlangens te vervullen. De overstelpende welvaart en de veelzijdige kerkelijke kaart van Nederland bieden mogelijkheden te over. We kunnen shoppen wat we willen. De klant is daarbij koning.
Ondertussen lopen talloze mensen ook tegen hun grenzen aan. Het is niet toevallig dat de Belgische psychiater Dirk de Wachter recent zijn laatste boek publiceerde onder de titel De kunst van het ongelukkig zijn. Terug naar de kerk. Als GKV komen we uit een tijd van schrift en belijdenis. We bedoelden daarmee dat Gods woord onaantastbaar, gezaghebbend en maatgevend is. En de belijdenis in tweede instantie ook, als genormeerde norm, omdat die het woord adequaat naspreekt. Het leidde tot een enorme inzet, plichtsgetrouw, beantwoordend aan de roeping van God voor het hele leven. Dat leven, niet allereerst vanuit de praktijk, vanuit wat wij haalbaar vinden of het beste werkt, gaf een enorme kracht. Maar het leidde ook zomaar tot normativisme en idealisme. Het was, om met K. Schilder te zeggen, immers alles of niks. De GKV-zuil werd opgetrokken vanuit de enige ware kerk, al heb ik dat zelf als jongere nooit zo van huis uit meegekregen. En vormde een eigen koninkrijkje, een soort kleine heilstaat, het klimaat van het absolute, zo typeerde Van Langevelde het. En wie het boek Vrijgemaakte Vreemdelingen doorwerkt, voelt inderdaad af en toe de rillingen over zijn rug lopen. Mijn vader noemde dat altijd overgeestelijk. Het had ook een doperse trek, omdat te weinig de onvolmaaktheid en gebrokenheid in rekening werden gebracht en het teveel het volmaakte al in het hier en nu wilde waarmaken. Naar mijn inschatting zijn we inmiddels terechtgekomen in het klimaat van het relativisme. Ik noem dat naïef relativisme. Naïef omdat het gebeurt. We er ondoordacht in meedijnen. Sinds ik als student in Wageningen ook vakken als wetenschapsfilosofie kreeg en leerde om maatschappijkritisch te kijken, kan ik me verbazen over de naïviteit waarmee christenen in de wereld staan. Kritische bezinning op wat zich in de cultuur aandient vindt nauwelijks plaats. Wie leest er überhaupt nog? Dat relativisme in de kerk sluit mijns inziens naadloos aan bij wat we noemen het cultureel relativisme. Dat betekent dat er geen absolute, voor iedereen geldige morele waarden zijn, want die zijn altijd cultureel bepaald of historisch, relatief of persoonsgebonden. Dat relativisme is de geest van deze eeuw. Ik zie daarbij veel kerken ook opereren vanuit angst. De angst om kleiner te worden, de angst om mensen tegen de haren in te strijken, de angst om in de verdrukking te komen. Vreemd als je de Bijbel leest. Maar ik zie veel kerken vooral bezig met de vraag hoe we toch in hemelsnaam de jongeren bij de kerk houden. Hoe we succesvol groeikerk kunnen worden. En hoe we toch nog goed kunnen overkomen bij de buitenwacht. Je thuis voelen en sfeer in de kerk hebben de kenmerken van de kerk vervangen. Lijkt het wel. De kenmerken, zuivere verkondiging, blijven bij de gezonde leer, bediening van de sacramenten en een gezonde tucht. Ik vraag me vaak af of het niet meer tijdgeest is dan Heilige Geest. Hoe werkt dat door? Ik wil op 4 punten wijzen. Ik zie het, Klaas. Kerkelijk independentisme. De kerk doet er nauwelijks toe, is niet meer het instituut waar genade verkondigt en tot je verbazing het heil van Christus wordt uitgedeeld, maar de plek waar je komt om je religieuze behoeften te laten bevredigen. Ik chargeer. Liturgie is in de beleving van velen nauwelijks meer een ontmoeting met de heilige, die zich verwaardigt om op de eerste dag van de week liefdevol contact te maken. De kerkdienst moet een event zijn, schreef een PKN-collega. Een tweede, confessioneel relativisme. Veel mensen weten nauwelijks meer wat er in de gereformeerde belijdenissen staat en zei een NGK-afgevaardigde onlangs, het interesseert hen ook niet echt meer. De werkgroep Toekomstige Kerkorde deed een vergelijkbare waarneming.
Ernstiger vind ik dat ook de spirituele waarden niet meer aansluiten op ons levensgevoel. Hoezo, ik zondaar? Hoezo, toorn van God? Geen recht op genade? Het accent verschuift van genade ontvangen naar praktisch bezig zijn en het koninkrijk van God zichtbaar maken. Soms krijgt het bijna iets maakbaars in het hier en nu. Het beginsel van gehoorzaamheid slechts, continu verzoening nodig houden en lijden in Christus naam zijn vaak achter de horizon verdwenen. 3. Bijbels eclecticisme. En je kiest uit wat van je gading is. Veel mensen leven bij een dagboekjesgeloof. Blijf flarden van teksten of een enkele lijn uit de Heilige Schrift. Ik zie dat terugkeren in discussies rond kinderen aan het avondmaal. Maar ik vind het persoonlijk ook kenmerkend voor de synodebesluiten rond man, vrouw en ambt. En nog helemaal afgezien van exegesis en de concrete uitkomst. Het is in mijn ogen een selectieve manier van bijbelgebruik. Eén lijn wordt kort uitgediept, maar niet het geheel van de godsopenbaring wordt voluit in rekening gebracht. Er is geen bezinning op de ambtsleer, helaas, en geen doordenking van de ongelijkheid die de synode zelf in besluit 8 formuleerde. Cherrypicking heet dat. Je spreidt tentoon wat er goed uitziet en wat niet in je kraam van pas komt, dat laat je terzijde liggen. Voor mij is dat zwaarwegend, omdat daarin voor mij ook wel het eerste kenmerk van de kerk in geding komt. Tot slot, mensoptimisme. Mijns inziens speelt dat heel veel mee. Er vallen veel voorbeelden te noemen, maar ik wil vanmiddag inmiddels vooral aandacht vragen voor de hermeneutische kwestie. Voor de stelling dat Gods woord wel duidelijk is, maar dat het probleem in ons verstaan zit. Dan zeg je in feite dat God door zijn woord niet meer bij machte is om ons onverstand te overwinnen. Zomaar wordt het woord van God opgesloten in een inmiddels achterhaalde cultuur en moeten wij de boodschap interpreteren en updaten. Het is mij het afgelopen jaar opgevallen dat mijn leermeester Trimp in zijn afscheidsrede dit verschijnsel al voor het voetlicht bracht. In de stadsgehoorzaal, als ik me goed herinner, in Kampen. Hij gaat in op de visie van Luther op de Bijbel en zegt dat Luther de Heilige Schrift helder zag stralen als de zon. De verborgen God openbaart zich door zijn woord en de helderheid daarvan creëert ruimte voor de gezonde leer als ook een heldere prediking. Maar, zegt Trimp dan, in de academische wereld lijkt dat heldere licht gedoofd. De overtuiging dat de schrift evident en helder is, is geweken. De luide roep van de Bijbel is helaas niet meer in staat de culturele en historische afstanden te overbruggen. Onze tijd heeft daarom de naïviteit van een onbevangen verstaan achter zich gelaten. Vaststaande leer is er eigenlijk ook niet meer, want dat is immers gestolde traditie. Wij dienen met onze 21ste eeuwse ogen de oude teksten opnieuw te lezen en eigentijds te verstaan. En zo ontsteken we de zwakke toverlantaarn van de interpretatie. Ik volg nog steeds even Trimp. Deze interpretatie is volgens Trimp een hefboom voor een ragfijn semi-pelagianisme aangaande het kennen van God. Feitelijk kan hij niet zonder onze interpretatie. Wil hij nog mee kunnen in onze cultuur? Trimp noemt dat dan de waan van onze dagen. Luther meende dat de gemeente van luisteren moest weten omdat ze in Christus zoveel moet ontvangen. Het is de cultus van het zich laten gezeggen, de eredienst van het horen van het geloof. 2 minuten, Jan. Ik heb nog anderhalve pagina. Voor mij is dit het kardinale punt. Gods woord als zodanig is niet helder als de zon, maar de mens moet God te hulp komen om zijn boodschap af te tasten en helder te maken voor onze eigen tijd. Mensoptimisme
en deze benadering van de Bijbel liggen zomaar in elkaars verlengde. Gods bereiken van ons wordt afhankelijk van onze vertaalslag en inbreng. Dat roept een vervolgvraag op, maar die laat ik omwille van de tijd even liggen. De vraag waar ik veelvuldig mee bezig ben, en dat sluit aan bij elementen van de eerdere lezing van vandaag, is de vraag, wat is mijn plek tegenover God? Waar is de ommekeer in de GKV? Ommekeer omdat God de Hoogheilige is, onmetelijk en ondoorgrondelijk. Het heeft hem behaagd om zich aan ons, aardebewoners, te openbaren door zijn helder woord. En in dat gewaad wordt Jezus Christus naar ons toegedragen, met al zijn verdiensten en weldaden. En ik, als van origine bedorven mens, mag delen in verzoening, ondervinden dat Gods genade niet te weerstaan is, en ik mag vertrouwen op volharding omdat God trouw is en niet loslaat wat zijn hand in mijn kwetsbare leven begon. Een theologisch geschoolde zuster zei een paar maanden geleden het heel trefzeker. Het heeft allemaal te maken met hoe je God ziet. Is hij de heilige schepper die zich verwaardigt om vanaf de andere kant ons aan te spreken, helder en liefdevol? Mag hij het door hem gecreëerde, maar geschonden bestaan onder de zon weer herordenen door zijn zoon en geest? En moeten we daarbij ook niet verlost worden van de geest van deze eeuw? Tot slot, laat ik aansluiten bij Luther. Zijn eerste stelling was, onze Heer en Meester Jezus Christus heeft, toen hij zei, bekeert u en doet boete, bedoeld dat het hele leven van de gelovigen een bekering en boetedoening moet zijn. Natuurlijk tekende Luther daarmee bezwaar aan tegen de Rooms-Katholieke praktijk van de aflaten. Boetedoening was een zakelijke transactie, handel. Als het geld in het kistje klinkt, het zieltje in de hemel springt. Nee, zegt Luther, ons hele bestaan moet getuigen van een existentiële toewending tot de levende God, met berouw en bekering. Wie hem zoekt en vindt, kan niet anders dan zijn zondig tekort en menselijke schuld erkennen. We hebben immers altijd te maken met hem die onmetelijk, eeuwig, almachtig en oneindig liefdevol is. Luther heeft jarenlang voor deze heilige God gevreesd, tot hij ontdekte dat in Jezus Christus ook zijn leven veilig was. Vandaar ook stelling 62. De ware schat van de kerk is het hoogheilig evangelie van de glorie en genade van God. Die twee trekken samen op. De onmetelijke glorie en de oneindige genade van God. Genade is voor mij altijd existentieel. Amazing grace. Anders heb je het niet goed begrepen. Waar gaat het om in de GKV? Het gaat mij helemaal niet primair om de vraag of ik voor of tegen vrouwen in het ambt ben. Ik vind trouwens de formulering te massief en ongenuanceerd. En dat etiket wordt gemakkelijk geplakt. Je bent tegenstander, maar dat simpele dilemma past mij niet. En ik vind het onnodig vreemd. Het gaat mij om veel diepere vragen. Het gaat in deze postmoderne tijd opnieuw om de vraag wie God in wezen is. Om de helderheid van zijn door hemzelf geademde woord. Om de volle en diepe betekenis van Jezus Christus. Om wie ik ben. Als mens, mannelijk of vrouwelijk bedacht en zo geschapen. En het gaat om de daadwerkelijke ommekeer tot hem. En een leven uit de gehoorzaamheid van het geloof voor zijn aangezicht. Is zijn evangelie bestand tegen onze postmoderne tijd? Ik dank u voor uw aandacht.